Wij staan hier in het Rode Dorp. Wij staan hier bij de sociale huur- en gezinswoningen van Woonforte. Wij gaan de komende jaren 171 woningen slopen en we gaan daar 172 nieuwe sociale huur- en gezinswoningen voor terugbouwen. We gaan in drie fases slopen en vervolgens nieuw bouwen. Dat betekent dat we in 2020 gaan starten met de eerste fase. Dat is waar ik nu sta. En dat betekent ook dat we met die eerste fase deze week gaan starten met de huisbezoeken bij de mensen. En daarvoor hebben we ook een mooie verhuurbrochure gemaakt. En dan kunnen de mensen alles in teruglezen wat er de komende jaren gaat gebeuren. Voordat we natuurlijk de woningen gaan slopen en vervolgens gaan nieuwbouwen, moeten de plannen ontwikkeld worden. En dat hebben we samen met een klankbordgroep van zo'n 30 bewoners gedaan, die met ons mee hebben gedacht over het ontwerp van de woningen. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in het Rode Dorp, dan kunt u zich abonneren op onze digitale nieuwsbrief. En die kunt u vinden op onze website.